Ja, dat motorrijden in Zuid-Spanje, dat is toch wel een belevenis. Ik sta hier in Andalusië, in de Sierra Nevada. Op de achtergrond zie je misschien de sneeuw. Dat zijn de toppen van de Sierra Nevada. Aan de andere kant wordt daar geschiet. Aan de kant van Granada, als er genoeg sneeuw ligt. En dus daar is het frisjes, daarbovenop. Maar je kan er ook niet komen met de motor. Hier in de uitlopers van de bergen is de temperatuur gewoon lekker. Zelfs in december. Het is nu 24 december. Het is hier 20 graden. Dus voor Nederlandse begrippen zomerse temperaturen. Ik weet ook niet wat me overkomt, want ik ben hier ook nog nooit in de winter geweest. Het is hier fantastisch rijden. Ik sta hier nu een minuut of 20. Ik heb 1 auto voorbij zien komen en 3 motoren. Het is super rustig. Ik zit hier vlakbij de kust. Kun je misschien achter me zien, dat is de Middellandse Zee. De rijen van hier vandaan rijden daarin 20 minuten heen. Dus fantastische omgeving. Ik ben hier in het voorjaar geweest. Heerlijk rijden. In het najaar ook heerlijk rijden. In de winter hebben we wel eens een regenbui. Het wordt hier ook wel eens iets koeler, een graadje of 12, 14. En andere dagen is gewoon 20 graden en de zon schijnt hier eigenlijk 9 van de 10 dagen. Dus vooral doen hier de motorrijden. Waar je ook naartoe gaat met de motor, veel veilige kilometers toegewenst.